Möglichkeit ist das. Und das müsste Elfmeter sein. Jawohl, Elfmeter für Rapid. Paula Stojadinovic. Hier bekommen wir es noch einmal. Ich möchte fast sagen, es war mehr Ungeschicklichkeit des maltesischen Abwehrspielers als wirklich böse Absicht. Aber was soll der Schiedsrichter geben? Er muss sich an die Regeln halten. Und die Regeln besagen in diesem Fall Elfmeter für Rapid. Und diesen Elfmeter schießt Zlatko Granča. Granča. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 10. Spielminute. Rapid geht durch einen Elfmeter von Zlatko Granča mit 1:0 in Führung. Und hier der junge, aber umso treuere Anhang von Rapid, der über diesen Treffer jubelt. Noch einmal, da man versucht, die Ecke zu erraten. Bis jetzt auch ein leichtes Amt für Schiedsrichter Janusz Eckstein aus Polen. Brauneder. Und das ist Halilovic. Und Tor. Aber das Tor hat Stojadinovic geschossen. Nicht Halilovic, der die große Chance hatte, sondern Stojadinovic. Vielleicht war es sogar ein Eigentor. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ein Malteser war auch dabei. Brauneder. Völlig frei, richtig gelöst, nicht abseits. Halilovic. Ja, es ist Stojadinovic. Stojadinovic hat dieses 2:0 für Rapid. Kinast jetzt. Reinhard Kinast auf Granča. Betzel, der ein bisschen unterbeschäftigt ist. Jetzt Betzel. Schuss von Betzel. Und Tor durch Granča. 3:0 noch vor der Pause. Torschütze per Kopf, Zlatko Granča. Eingeleitet wurde dieses Tor durch einen Gewaltschuss von Robert Betzel. Hier bekommen wir noch einmal. Betzel. Da hat Gallagher seinen Tormann Lee behindert und Granča hat wenig Mühe für das 3:0. Englisches Missverständnis vor diesem 3:0 für Rapid. Das Ganze war in der Wilfurt, Weber, Halilovic und Tor, Tor durch Wilfurt. Endlich ein herausgespieltes, ein spektakulärer Treffer zum 4:0 durch Gary Wilfurt. Das Ganze in der 77. Minute. Und noch einmal Halilovic. Hat aufgeschaut. Wilfurt. Und Tor. 4:0. Brauneder, Stojadinovic und Tor! Das zweite Tor von Stojadinovic. Rapid führt mit 5:0. Ein satter Schuss von Zoran Stojadinovic. Die Malteser tauschen, doch bei diesem Stand eher
Orientierung nach hinten bei den Maltesern. Und dann Fehler, Granča, in der Mitte ist Stojadinovic, jetzt ganz frei Stojadinovic. Noch immer Stojadinovic und Tor! Tor für Rapid, das halbe Dutzend ist voll. Stojadinovic erzielt das 6:0. Dritter Treffer von Stojadinovic, zwei Tore von Granča, eines von Wilfried. Ein Tor, das auch aus einer Ungeschicklichkeit der Malteser Abwehr resultierte. Heribert Weber is de vrije verdediger bij Rapid Wien, tegenstander van PSV in deze tweede ronde van het Europa Cup 1 toernooi. PSV dat in een wat mistig Hanapi stadion in Wenen hier aan de slag gaat. Terwijl iedereen fit is en Lerby en Gerrit balbezit hebben. Gerrit die de bal zomaar in de voeten van Wilfried schuift. Overtreding van Lerby, maar Lanese, de Italiaanse scheidsrechter, geeft voordeel. Overtreding Kieft tegen Petschel. Vrije trap is al genomen door Rapid. Wilfried. Lerby. Achter hem die offensieve verdediger Leo Leijnak. Leijnak die ook ver kan ingooien. Wilfried. En nu is het geen buitenspel voor Wilfried. Goed uitgekomen, Hans van Breukelen. Bovendien een goede spelervatting, maar Kieft heeft het gedaan bij Lanese. Want als hij zich breed maakt om de bal af te schermen, wordt hij afgefloten. Hier dan nog eens dat moment, die 1-2. Maar Van Breukelen is er eerder dan Wilfried. Heinze. In een fase waarin PSV toch iets meer wordt teruggedrongen. Maar dat betekent dat er aan de andere kant ruimte komt. Zoals hier voor Jan Heinze. Kieft zou dan moeten kaatsen. En dan is daar plotseling de unieke kans voor Gerrit. Die daar zelf van leek te schrikken. Maar counterkansen zijn gevaarlijk. En Gerrit speelt offensief een belangrijke rol. Ook aan de voorbereiding van dat doelpunt. Kieft die dat goed doet. Gerrit blijft de 1-0. Wilfried. Leijnak. Langs Lerby. Koeman. Vanenburg. Gerrit. Bereikt Vanenburg niet. Stojadinovic. Halilovic, Van Breukelen, maakt er een corner van. Vierde corner wordt dit voor Rapid. PSV had er nog niet één. Goeie redding van Breukelen op de inzet, weer van Brouwneder. Nog eens die hoekschop van Leijnak. Brouwneder die inkopt. En Van Breukelen in samenwerking met Vanenburg op de lijn trouwens. Stojadinovic. Krančar. Overtreding van
Nielsen. Die krijgt geel. En dat is vervelend voor PSV. Want Nielsen is de enige die in de voorgaande ronde ook een gele kaart gekregen heeft. Trouwens de enige op het veld. Hij is dus automatisch voor de return geschorst. Inmiddels is PSV in balbezit. Vanenburg. En Koeman die dreigt met een afstandsschot. Dan Lerby. En opnieuw Koeman. Oeh, wat scheelt dat? Het meeste gevaar in de eerste helft komt echt van PSV. Deze combinatie met Lerby die Koeman wegstuurt. En de bal gaat maar net langs de paal. PSV leidt bij rust. Daarom maar met 0-1. PSV trapt af voor de tweede helft met in de formatie van Rapid Wien één nieuwe naam. Andreas Heraf, een 20-jarige. PSV voorlopig ongewijzigd. De eerste uitbraak via Heinze zonder al te veel succes. En bij Rapid is Garker, de zeker voor Gilhous irritant harde mandekker uit de eerste helft, uit de ploeg genomen. Stojadinovic. En de bijna kans voor Van Aarle, die bovendien werd vastgehouden, maar dat had Lanezen niet gezien. Brouwneder. Hiddink onder in beeld is uit de dugout gekomen om zich te beklagen. Nu heeft de scheidsrechter wel gefloten in het voordeel van Nielsen. Die aan Stojadinovic een lastig heeft. En Van Aarle komt zich rechts in beeld nog een keer beklagen bij Lanezen dat hij werd vastgehouden. Heinze loopt zich vast op Weber. Vrije trap PSV. Opvallend hoe het gevaar voor PSV veelal van achteruit komt. Omdat de rugdekking bij Rapid, zeker in de eerste helft, niet al te best verzorgd was. Denk maar aan het doelpunt, de voorbereiding van Gerets en de afronding van Berry van Aarle. Denk aan de kans van Ronald Koeman vlak voor rust en ook nog andere momenten. Nu de vrije trap. Koeman. Weber ertussen. Kratjar. Nielsen terug. Brouwneder loopt zich uiteindelijk vast op Gerets. En houdt zich uiteindelijk ook vast. Maar Gerets reageert dan. En dat moet je bij deze Italiaanse scheidsrechter niet doen. Geel. Gerard zelf ook geblesseerd en aangeslagen geraakt. Nog eens kijken. Gerard die kruist voor die tegenstander Brouwneder. Tot dan toe is er niets aan de hand. Brouwneder die dan de vrije trap tegenkrijgt. En Gerets die inderdaad reageert. Dom. Zeker met zijn routine. Leiner. Heraf. Vanenburg. Krijgt een vrije trap. Snel genomen. Lerby. Kieft. Lerby. Kieft niet buitenspel. Dit zou het kunnen zijn. Willem Kieft. De hand van de doelman komt zelden tussen. En Willem Kieft wil zo graag scoren. Hij laat anderen beter spelen, omdat hij hard werkt. Maar voor een specifieke spits zoals hij toch is, zijn dit soort mogelijkheden toch eigenlijk niet te missen. Leiner of de doelman komt zelf kwam er niet eens aan trouwens. Kieft. Heinze. Koeman die inschuift van achteruit. Van Aarle, er is daar altijd toch wel iemand vrij. Goed uitgekapt die tegenstander Van Aarle.
Tweede succes zou misschien iets te mooi zijn geweest om te geloven zelfs. Kinas. Koeman in de rug van Wilfort Goed. Van Aarle. Steeds in die vrije ruimte. Ingreep van Weber. Halilovic. Brouwneder. Stojadinovic. Gerets. Vanenburg. Gerets. Verdediging van PSV heeft de rust weer hervonden. Kieft krijgt een vrije trap. Overtreding van Petschel. En Kinos gaat eruit ten gunste van Frans Weber. Die is 10 jaar jonger dan zijn naamgenoot, de aanvoerder Heribert. Het hoofd zo koel als nodig was. En voor de tweede keer vanavond staat PSV aan de leiding. De goede actie van Gerald Vanenburg. Gillaus die van achter de verdediging vandaan komt en scoort. PSV leidt met 1-2. En dat zou PSV Bank met achterin Guus Hiddink en naast hem Hans Doyer. Het technisch duo dat met tevredenheid op deze wedstrijd zal terugzien. Want met het resultaat dat hier geboekt gaat worden, moet het toch mogelijk zijn voor het eerst sinds 1978, toen PSV de UEFA Cup won, verder te komen dan de tweede ronde in een Europees bekertoernooi. Bovendien dreigt met nog een aantal minuten te spelen voor Rapid de eerste nederlaag sinds Baric de trainer aan het bewind kwam. Of, nee, voorlopig blijft het 1-2. Dit is Baric, de Joegoslavische trainer die ze 2 jaar geleden Rapid naar de Europa Cup finale bracht. Vervolgens zijn geluk beproefde in Stuttgart, maar dat was van korte duur. Terugkwam hier in Wenen. Daarna de ploeg weer landskampioen maakte het afgelopen seizoen. Maar dus nu voor het eerst hier in Wenen met verlies in een Europa Cup wedstrijd geconfronteerd wordt. En als PSV in de laatste minuut een vrije trap krijgt, is de wedstrijd gespeeld. En heeft PSV laten zien dat het optreden 3 weken geleden in Istanbul, waar het de eerste helft overlopen werd, een uitglijder geweest is. En dat het bij het eindsignaal van Lanese mag constateren dat het internationaal terug op het middenveld. Bij Rapid dezelfde opstelling als in de eerste wedstrijd, met het voorbehoud dat Heraf daar als invaller in de Weense ploeg optrad. Brouwneder met het balvlies. Gecorrigeerd door Petschel. Een van de twee mandekkers aan de Oostenrijkse kant. Anderhalve minuut gespeeld. Eerste inworp over afstand van Gerets. Van Aarle. Van de Kerkhof. Van Aarle. Gaat zelf. En Gilhuis. Poppen kan die. Stojadinovic. De man die in Wenen de strafschop uitlokte. Krijgt een vrije trap. Wegens de overtreding van Koot. Heribert Weber, de 32-jarige aanvoerder. En Koot, die Stojadinovic van een score afhoudt. Vanenburg. Gerets. Veel houdt er niet aan.
Vanenburg. Koeman. Bal binnengebleven en daarvan profiteert PSV. Kieft hier. Gilhuis. Vanenburg. En Konsel, de doelman. De inzet van Vanenburg. Weber, de man van wie achteruit iets beginnen moet als Rapid deze avond nog iets wil. Koot goed opgesteld. Heinze. Kieft kaatst. En Koeman schiet. Gerrit Koeman. Gerrit. Vliest de bal aan Brouwneder. Pet Kienast. Achterlijner langs. Levy. Kieft. Ruimer van Kienast. Koot. Langzaam maar zeker ontwikkelt PSV toch de nodige druk. Vanenburg. Koeman. Goed weggelopen. Tegenstander kwijt. Voorzet. Niet bij Gilhuis. Maar PSV houdt het balbezit. En dat is druk. Koeman. En het geduld wordt beloond van PSV. Koeman weggelopen bij zijn tegenstander, zoals wel eerder deze avond al. En Larry tikt binnen bij de tweede paal. PSV lijkt nu al zeker. Brouwneder. Larry. Heel gemotiveerd, Søren Larby. Dat doelpunt was een genoegdoening omdat trainer Otto Baric onaardige dingen over hem geroepen had voor de wedstrijd in Wenen. Vanenburg. Konsel. Larby. Kieft met Petschel. Leiner. Weer af. Wilfurt. Vanenburg. Gerrits. Niet genoeg kracht. Achter het schot kon hij zetten, Erik Gerrits. Weber. Komt eindelijk eens van achteruit. En bijna het eerste werk voor Van Breukelen. Maar bijna. Kienast. Toch even merkwaardig vrij. Weer af. En nu wel het eerste werk voor Van Breukelen op de inzet van Wilfurt. Gevolg van die vrijheid van Kienast. Larby. Gilhuis. Tegenover hem Garger. Dit kon niet wat Larby wilde. Maar Kieft is er dan altijd nog wel om iets te herstellen. Koeman. Van richting veranderd, dus moeilijk genoeg. Konsel met assistentie. Nu ontvangt hij de bal terug van Kanchar. Inzet van Ronald Koeman.
Lerby voor de vrije trap. Kieft. Consel. Die krijgt de bal niet onder controle. En daar was Gilhuis ook te verrast door. Daar reken je niet op. Kieft maakt het verdediging van Rapid lastig om de bal terug te brengen bij de doelman. Uiteindelijk de andere uitgang. Hieraf. Kranjčar. Niet buitenspel, nee. Kranjčar. Van Breukelen, prima. Eerste kans voor de Joegoslaaf. Zlatko Kranjčar. Hij vertrekt niet uit buitenspelpositie, want Gerard stond er nog. En Van Breukelen doet dit goed. PSV speelt zakelijk de laatste minuut van de eerste helft uit. En hoewel het publiek het dat voor een deel niet in dank afneemt, is het gezien de ervaringen van PSV in de laatste Europa Cup jaren wel begrijpelijk dat het pas aan Franje denkt. Als het moment daar is, hoewel de terugspelbal van Lerby natuurlijk heel riskant was met Kranjčar in de buurt. Goed werk dus van Breukelen. Gilhuis. Vanenburg. Eerste veelbelovende aanval sinds de rust. Maar Gerrit spreekt de bal naast. Met zijn minder sterke been. Weer geen buitenspel voor Kranjčar. Koot komt er niet bij. Stojadinovic en Van Breukelen. De tweede keer dat Van Breukelen PSV van de gelijkmaker redt. Koot er niet bij. Stojadinovic. Maar heel attent Van Breukelen. Van Aarde, zesde minuut van de tweede helft. En het wordt tijd dat PSV weer eens iets aan het publiek gaat bieden. Koeman, prima. Heinzen, daar is de ruimte. En daar is Konsen. Bijna 18 minuten gespeeld. En Lerby illustreert dat PSV voorlopig maling heeft aan de wensen van het publiek. Die toch gezien de stand en de fase van de wedstrijd meer en meer gerechtvaardigd worden. Want het risico voor PSV wordt natuurlijk steeds minder. Gerrits, die bijna rechter spitspel deze wedstrijd, beseft dat. En dit is goed. Van Aarle er net niet bij. En komt zelf dan in moeilijkheden. Heinzen. Consel is terug in het doel. Maar niet in. Koeman glijdt uit bij het schieten. Scherpte en accuratesse is bij PSV weg. En PSV mag blij zijn, zoals Hieraf hier, dat in Wenen eigenlijk de ploeg van Rapid al tot een min of meer papieren tijger is omgeturnd. Want een scherpere tegenstander zou misschien zelfs wel gebruik gemaakt hebben hier in Eindhoven van dit toch gebrek aan vorm. Koot. En het ongenoegen van het publiek, het eigen Eindhovense publiek,
wordt nu toch ook duidelijk halverwege de tweede helft. Begrijpelijk. Vanenburg. Kijk eens hoe simpel de overname van Heraf. Maar gelukkig voor PSV brengt Rapid er ook weinig van terecht. Heinze. Een van de elf uit Eindhoven die wel wil. Willaus. Koeman. Goed schot. Van Aarle. Willaus. Larry. Weber ertussen. Wilfort. Koeman. Larry. Die kon. Wissel bij PSV met nog 8,5 minuten te spelen. Halvard Torissen mag, nadat hij sinds de tweede competitiewedstrijd tegen Twente geblesseerd is geweest, zijn rentree maken in de ploeg in de plaats van Willy van der Kerkhof. Het hoofd van Weber. Kieft en voor het eerst Torissen. Maar mag van Torissen in een zo matig draaiend PSV een wonder of de ommekeer verwacht worden? Eigenlijk niet natuurlijk. Gerets. Torissen. Van Aarle. Blinde bal die dan ook makkelijk onderschept wordt door Petschel. Koeman. Gilhuis. Lerby. Gilhuis. Wel een hoekschop. Vanenburg vanaf de linkerkant. Doelman eronder door. Torissen. Gilhuis. Morgen 24. Vandaag het cadeautje. De corner van Vanenburg. Poncel die eronder doorgaat. Torissen die zijn steentje bijdraagt. En Gilhuis die raakt op 2-0. Stojadinovic nam de bal op de borst en Van Aarle gaat hem even door. Kieft. Maar ook dit lukt niet. Met de corner van Vanenburg. In de laatste minuut van de speeltijd. De constatering. Dat wat PSV betreft het vanavond het verhaal was van de lege dop die het de afgelopen jaren in het Europa Cup toernooi steeds incasseerde. En het halve ei dat het vandaag werd. Zonder glans wel de volgende ronde halen. En dat was toch de grootste wens van het Eindhovense bestuur en de officials. Daaraan voldoet de ploeg. Zij het dat het zich gelukkig mocht prijzen dat het vandaag niet een sterkere tegenstander trof dan het argeloze Rapid Wien dat met 2-0